Skoda presenteert zijn tweede generatie Kodiaq. Hij is nog groter geworden, daardoor nog ruimer. En er is meer ruimte voor elektrificatie. Wat vinden jullie bijvoorbeeld van een plug-in hybride met een elektrisch rijbereik tot wel 100 kilometer? Klinkt best interessant, toch? In deze video ga ik je alles vertellen wat jij moet weten over deze nieuwe generatie Skoda Kodiaq. Voordat we deze video officieel aftrappen, wil ik jullie eerst nog eventjes het uitgaande model van de Skoda Kodiaq laten zien. Want hiermee is Skoda echt groot geworden. Hiermee heeft Skoda duizenden, zo niet honderdduizenden harten veroverd binnen Europa en daarbuiten. Dus Skoda die speelt op safe, want je wil natuurlijk wel die klanten aan je blijven binden. Vandaar dat de nieuwe generatie, de tweede generatie Skoda Kodiaq, dus een evolutie is ten opzichte van het uitgaande model. De nieuwe Skoda Kodiaq is met een lengte van 4,76 meter liefst 6,1 centimeter groter dan voorheen. De wielbasis komt uit op 2,79 meter en binnen die wielbasis is er ruimte voor 5 of 7 zitplaatsen. De vijfzitter heeft een bagageruimte van 910 liter en dat is een toename van 75 liter ten opzichte van het uitgaande model. Met neergeklapte achterbank bedraagt het volume zelfs 2105 liter en dat is een plus van 40 liter. Achter de derde zitrij van de zevenzitter bevindt zich een bagageruimte met een inhoud van 340 liter en dat is een toename van 80 liter. Door de derde rij neer te klappen komt dit uit op een volume van 2035 liter, een plus van 30 liter. Zoals ik aan het begin van deze video al vertelde, er is meer ruimte voor elektrificatie bij deze tweede generatie Skoda Kodiaq. Hij komt als 5- en 7-zitter en die 5- en 7-zitter kun jij bestellen met een 1.5 mild hybride benzinemotor met een vermogen van 150 pk. Wil je nu een 7-zitter, dan valt ook meteen de plug-in hybride af, want die plug-in hybride kun je alleen bestellen in combinatie met 5 zitplaatsen. De 5- en 7-zitter van de Kodiaq wordt geleverd met een 1.5 TSI mild hybride aandrijflijn met 150 pk. En deze mild hybride aandrijflijn heeft onder meer een 48 volt riem aangedreven startergenerator, een lithium-ion batterij en cilinderuitschakeling door Skoda ACT Plus genoemd. De 5-zits Skoda Kodiaq is er ook met een plug-in hybride aandrijflijn. En daarbij werkt een 1.5 TSI samen met een elektromotor. Goed voor een systeemvermogen van 204 pk. De 27,5 kWh accu maakt een elektrische actieradius van op papier 100 km mogelijk. De accu is op te laden met 11 kW bij een openbaar laadpunt of via een wallbox en zelfs met snelladen met 50 kW. Het interieur van de Kodiaq is compleet nieuw en biedt meer ruimte dan voorheen. De DSG-pook is voortaan op de stuurkolom geplaatst en dat levert in de middenconsole 2,1 liter extra opbergruimte op. De draaidrukknoppen, zogeheten smart dials, hebben een geïntegreerd kleurendisplay. Met een smart dial bedient de bestuurder functies naar keuze van geluidsvolume via ventilatiekracht en smart air conditioning tot driving mode en inzoomen op de navigatiekaart. Alles kun je instellen via het infotainment systeem. De nieuwe Skoda Kodiaq heeft standaard een virtual cockpit van 10,25 inch en een centraal geplaatst 10 inch touch display. Optioneel levert Skoda een 13 inch touchscreen en een head-up display. Dankzij over-the-air updates hoef je niet meer naar de dealer voor software updates. DAB Plus en Voice en Gesture Control zijn standaard en ook 4 USB-C aansluitingen met voldoende vermogen voor het opladen van bijvoorbeeld laptops met 45 watt. In de optionele phonebox zijn 2 smartphones gelijktijdig draadloos op te laden. De telefoons worden daarbij gekoeld, zodat het opladen sneller verloopt. Bij alle nieuwe Kodiaq modellen zijn stoelbekleding, vloerbedekking en de hemelbekleding gemaakt van 100% gerecycled polyester. Een sterke eigenschap van de tweede generatie Skoda Kodiaq is natuurlijk zijn interieurruimte. Want je kan hier als volwassen persoon echt uitstekend achterin zitten door die riante wielbasis. Ik ben zelf 1,85. Ik heb meer dan genoeg knieruimte, meer dan genoeg voetenruimte.
zelfs met de aanwezigheid van een panoramadak heb ik nog steeds voldoende hoofdruimte. Ja, het is hier gewoon uitstekend vertoeven. Bovendien heb je echt allerlei handen functies die je kan gebruiken. Hier bijvoorbeeld een opbergvakje voor je telefoon. Hier nog een stoelvak. Je hebt twee USB-C laadpunten. Je hebt een eigen ventilatierooster met ook temperatuurregeling. En je hebt hier ook een zeer riante armsteun met twee bekerhouders. Kortom, hier achterin deze Skoda Kodiaq kom je helemaal niks te kort. Er zijn ook nieuwe rijhulpsystemen geïntroduceerd. Een voorbeeld, Turn Assist, dat waarschuwt bij het afslaan voor tegemoetkomend verkeer. Ook aanwezig, Collision Avoidance Assist. En dit systeem versterkt plotselinge stuurbewegingen die bedoeld zijn om uit te wijken. Crossroad Assist maakt gebruik van radartechnologie. Het waarschuwt bij het verlaten van een blinde uitrit voor kruisend verkeer, fietsers en voetgangers. En tot slot, Exit Warning waarschuwt bij een geopende deur met akoestische en visuele signalen voor achteropkomend verkeer. De auto kan overigens ook zelfstandig inparkeren. En dat was hem alweer, de video van deze tweede generatie Skoda Kodiaq. Heb jij nog vragen over deze SUV van Skoda? Stel ze gerust eventjes in de comments onder deze video. En vond jij deze video leuk? Geef hem natuurlijk eventjes de welbekende duim omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik je heel erg graag terug bij een volgende video. Hoi hoi!